Hallo, in onze vorige video hebben we kennis gemaakt met onze Rubik's Cube Solver, die we ter inspiratie hebben ontwikkeld omdat deze applicatie de ongekende openheid van de PLC Next technologie erg goed laat zien. Maar de PLC Next technologie biedt meer. Het biedt ook een uitgebreide set aan technologiecomponenten die je werk uit handen nemen. In deze video maak je kennis met twee belangrijke PLC Next technologiecomponenten. Leer je waarvoor ze dienen en wat je eraan hebt. Om dit goed te kunnen begrijpen, bespreken we eerst de architectuur van de PLC Next technologie. Op de betrouwbare en robuuste PLC Next hardware is real-time Linux geïnstalleerd, waardoor je vrij bent om de mogelijkheden die Linux je biedt te gebruiken. Naast het zogenaamde Open Linux deel is het PLC Next runtime systeem geïnstalleerd. De PLC Next technologie componenten zijn onderverdeeld in I/O fieldbus componenten, service componenten en systeemcomponenten. Alle technologiecomponenten staan je gratis ter beschikking en nemen je werk uit handen. Twee PLC Next technologiecomponenten die ik wil bespreken zijn de zogenaamde Execution and Synchronization Manager en de Global Data Space. De Execution and Synchronization Manager managt de real-time executie van totaal verschillende applicaties, zoals we dat kennen van klassieke PLC's en zoals dat nodig is om machines en installaties perfect hun werk te kunnen laten doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mix van klassieke PLC-applicaties, C++-applicaties of applicaties ontwikkeld met model-based development tools zoals MATLAB Simulink. De Global Data Space zorgt voor dataconsistentie tussen deze totaal verschillende applicaties, zodat jij je kunt concentreren op daar waar jij goed in bent, het programmeren van jouw applicatie. Deze twee technologiecomponenten maken deel uit van een uitgebreide set aan technologiecomponenten. Enkele andere voorbeelden van andere technologiecomponenten zijn I/O fieldbus componenten, waarmee je bijvoorbeeld toegang krijgt tot lokale I/O of provinet I/O. Service componenten zoals de ingebouwde OPC UA server, de Web HMI server of out of the box de ingebouwde cloud connector. En systeemcomponenten zoals de system manager, de event manager en de user manager. Allemaal technologiecomponenten die je werk uit handen nemen, zodat jij je kunt concentreren op daar waar jij goed in bent. Wil je meer weten over deze en andere PLC Next technologiecomponenten? Meld je dan aan voor ons gratis webinar PLC Next technologie of andere trainingen via plcnexttechnology.nl.